En die club moet dus gered worden. Het nog altijd dreigende faillissement van voetbalclub Vitesse herinnert de oud-spelers en vrijwilligers aan de ondergang van FC Wageningen in 1992. Maar hoewel de club sportief al jaren niet meer meetelt, is het clubgevoel bij de Wageningers nooit verloren gegaan en zelfs nog springlevend. Iets waar Vitesse van kan leren, volgens voetbalgek en supporter Jaap. In Wageningen heerst er een eeuwig voetbalverdriet. En dat mag Vitesse niet overkomen. Twee Wageningers voor. Menting en Groenendijk van Vijfwijk en Paas naar Groenendijk. In 1992 viel het doek voor voetbalclub FC Wageningen. Een club die nu dan misschien niet sportief meedoet, maar wel geschiedenis schreef. Met voorzitter Ab Wit als bedenker van de nacompetitie. Het stadion is er nog altijd en het veld wordt verhuurd aan allerlei clubs. Ook oud-spelers zijn er nog altijd te vinden en uiteraard hebben die een mening over de ontwikkelingen bij Vitesse. Als ze gedegradeerd zijn, daar heb ik geen tranen om gelaten. Ja, dat gunnen we ze dan ook wel weer. Dat hebben wij ook een keer meegemaakt en zij ook. Een mogelijk einde van voetbalclub Vitesse roept ook herkenning op. Ja, het verdwijnen van Vitesse zou jammer zijn. Dat gun ik geen club. Omdat we zelf hier meegemaakt hebben wat het betekent om als club helemaal te verdwijnen. Dat is erg triest. Dat was voor Wageningen niet leuk. Voor al die andere verenigingen is dat ook niet leuk. Dus als dat zou gebeuren, ja, dan zou dat jammer zijn voor het voetbal in het totaal. Waarop we vooral moeten blijven teren, dat is dat ik maar zeggen dat er zowel ook hier op dit veld nog gespeeld wordt en ook in de Gelredome gespeeld wordt. Vitesse moet gewoon overeind blijven. En die club moet dus gered worden.